Zeg Zwolle uit en de gedachte van de PSV-supporter gaat meteen terug naar 8 mei 2016. Op de laatste speeldag van het seizoen pakte PSV de 23e landstitel. Doordat Ajax niet won in Doetinchem en PSV wel 3 punten pakte in Zwolle, barstte er een gigantisch Eindhovens feest los in het IJssel-Delta-stadion. Met de statistieken van PSV in Zwolle zit het wel goed. Van de 17 eerder gespeelde wedstrijden werden er slechts 5 niet gewonnen. 12 keer stapte PSV als winnaar van het veld, zo ook vorig seizoen. PSV won met 4-0 en Steven Bergwijn maakte zijn eerste competitietreffer in het eerste elftal van PSV. Zo, Hendricks die sprint even. Hierdoor aan de bal, kan het misschien meegeven aan De Jong. Weer zelf. Rebound voor Bergwijn. Bergwijn en Toho! Prachtige treffer! 4-0 is overigens niet de grootste overwinning van PSV in Zwolle. In maart 1988 werd het maar liefst 6-0. Derby. Koeman, Vanenburg. En daar is inderdaad de ruimte, Vanenburg. Die het dan zo doet. Vanenburg! Iedereen heeft het de laatste weken over het clubrecord dat Joshua Brenet pakte. Maar achterin staat nog iemand die bezig is aan een indrukwekkende reeks. Daniel Schwab speelde tot dusverre 31 competitiewedstrijden voor PSV en verloor er daarvan geen enkele. In de selectie van Zwolle vinden we 3 spelers met een PSV-verleden. Dirk Marcelle speelde tussen 2006 en 2010 68 competitiewedstrijden voor PSV. Stef Nijland kwam tot 18 duels met 1 doelpunt. En Younes Mokhtar debuteerde nooit in PSV 1, maar doorliep wel de jeugdopleiding in Eindhoven. Het wordt Mokhtar met rechts. Prachtige vrije trap en een heel mooi doelpunt. Sowieso is Mokhtar de man om in de gaten te houden. De vleugelaanvaller scoorde dit seizoen al 5 keer en is daarmee de topscorer van PEC Zwolle. PEC Zwolle PSV is komende zondag een heuse topper. PSV is bezig aan de beste seizoenstart in jaren met 30 punten uit 11 wedstrijden. Maar ook PEC Zwolle doet het uitstekend. De ploeg van trainer John van het Schip staat derde met 22 uit 11. Volg PEC Zwolle PSV komende zondag 2:30. Alvast een fijne wedstrijd.